Hier is Paul weer. Welkom bij DCO Dinsdag. Ik heb mijn ding weer gedaan en ik heb weer een doel gehaald. Nou, hoe mooi is dat? Ik ben weer iets meer financieel vrij geworden, want ik heb nu zoveel aandelen van MidAmerica dat ik er $100 aan dividend per jaar van mag verwachten. En als het goed is, komt dat elk jaar weer terug. En ben ik daarmee één dag vrij per jaar voor de rest van mijn leven, dankzij MidAmerica. Dat wil ik zo meteen bespreken en laten zien. Verder laat ik altijd zien of ik dividend heb gekregen in de afgelopen week. Nou, dat is zeker gebeurd. Ik heb heel veel dividend gekregen van ASR, 203. €23,64. Daar heb ik ook een video over gemaakt op mijn YouTube-kanaal. Dat was deze. Dat dividend heb ik ook weer geherinvesteerd in nog meer aandelen van ASR. En verder kwam er nog een klein beetje dividend binnen van de JGPI, de JP Morgan Global Equity Premium Income ETF. Altijd een hele mond vol. Maar deze ETF vind ik wel mooi. Die keert elke maand dividend uit. En ik wil elke maand mijn YouTube-inkomen daarin investeren. Zodat dat sneeuwballetje ook steeds harder gaat rollen. Zodat ik steeds meer cashflow krijg. En dat is natuurlijk het leuke aan dividendgroei investeren. Maar verder is het vandaag een gewone DCA Dinsdag. En elke DCA Dinsdag ga ik kijken welk aandeel is naar mijn idee het mooiste geprijsd. Of zoals vandaag, als ik bijna bij een doel ben, zoals MidAmerica, dan is het heel motiverend om dat aandeel nog een keer te kopen. Zodat ik mijn doel heb gehaald. En daarnaast was MidAmerica nog steeds onder de $140 per stuk. Wat ongeveer mijn eigen persoonlijke koersdoel is met MidAmerica. Daaronder wil ik het graag bijkopen. Nou, dat heb ik gedaan. Dat kan je zien op de Giro. Agree en MidAmerica heb ik staan op de Giro. Mijn twee REITs uit mijn portfolio, Real Estate Investment Trust. Je kan zien dat ik twee aandelen heb gekocht van MidAmerica voor $137,50. Ik ben er helemaal blij mee. Twee extra aandelen erbij. En dat betekent dat ik in totaal 18 aandelen bezit van MidAmerica. En daarmee kan ik het magische sommetje maken en vertellen dat ik mijn doel heb gehaald. Dat is namelijk dit. Twee aandelen, die heb ik vandaag gekocht. 5,88 is het dividend per jaar per aandeel wat MidAmerica uitkeert. Dan weet ik dat ik dankzij de aankoop van vandaag $11,76 extra dividendinkomen per jaar mag verwachten. In totaal 18 aandelen van MidAmerica. En dan weet ik met hetzelfde sommetje dat ik $105,48 aan groeiend dividendinkomen per jaar mag verwachten vanuit mijn positie van MidAmerica Apartment Communities. Nou, hoe mooi is dat? Dat is over de 100, dus ik heb er alvast een vinkje achter gezet. En dat kan ik ook doen op mijn doelenpagina. Tada, hier staat het vinkje. Ik ben er helemaal blij mee. MidAmerica, ik heb nu genoeg aandelen. Ik heb nu mijn 18 aandelen die ik moest opsparen. En daarmee mag ik meer dan $100 aan dividend per jaar verwachten. Ik zie $100 of €100 als het een Europees aandeel is. Per jaar aan dividendinkomen. Of op één dag als één vrije dag. Per jaar voor de rest van mijn leven. Dus MidAmerica geeft mij elk jaar één vrije dag. En aan mij is het om nu te gaan bedenken: wil ik MidAmerica nog groter maken? Wil ik hem verhogen naar de volgende doelenkolom, naar €200 of dollar aan dividend per jaar? Nou, ik weet eigenlijk zeker dat ik dat ga willen. Voor nu laat ik het wel even zo staan. Het is even een feestdag. Ik mag er even van genieten en dan ga ik volgende week weer verder. Dus dat is dat. Ik ben er blij mee. Verder MidAmerica. Ja, zoals ik al zei, ik heb vorige week ook al over MidAmerica gepraat en ook in eerdere DCA Dinsdagen heel vaak over MidAmerica gesproken. Ja, wat moet ik eigenlijk nog zeggen? De dividendstatistiekjes zijn als volgt. Dividend yield bij de huidige koers ruim boven de 4%. De 10-year CAGR, de gemiddelde groei van het dividend, is boven de 6, of is gemiddeld 6% per jaar. Credit rating A-min, een van de sterkere REITs uit de Verenigde Staten. En waar MidAmerica in uitblinkt voor mij is dit. Sinds de beursgang in 1994 leveren ze stabiel en groeiend dividend over tijd. Het maakt niet uit wat er is gebeurd, zelfs in de financiële crisis. Dividend stabiel en omhoog. Nou, dat is wat ik wil zien. Ik wil vertrouwen op de cashflows, op de dividenden vanuit mijn aandelen. En ik verwacht dat MidAmerica sterk genoeg is. Ja, om dit nog een hele tijd vol te houden. Het is altijd heel moeilijk om echt heel ver in de toekomst te kijken. Maar dat is mijn vertrouwen en waarom ik investeer in MidAmerica. MidAmerica, het zijn appartementen. Die verhuren ze aan mensen. En van die huurinkomsten betalen ze mij weer dividend. Dat is eigenlijk ongeveer hoe het werkt. Ze hebben appartementen in Texas, in Florida, in de groeikernen van de Verenigde Staten. Ik zal het niet helemaal weer gaan herhalen. Maar dat is MidAmerica. En ook als ik ga kijken naar Fastgraphs, dan ziet het er altijd wel mooi uit. EFFO groeit gestaag over tijd. Het gaat wel een beetje met pieken en dalen, de EFFO. Af en toe hebben ze een minder jaar, zoals in 2020. En ook zoals nu in 2024 wordt een minder jaar verwacht aan EFFO. EFFO, Adjusted Funds From Operations, de cashflow van een REIT ongeveer. Maar na
De komende jaren wordt er weer een verbetering verwacht. Dit jaar komt er heel veel supply aan apartments op de markt. Daardoor kan Mid-America zijn huren niet zo goed verhogen. Hebben ze een keer een minder jaar. Nu zijn ook de interest rates heel hoog. Daardoor wordt er op dit moment heel weinig gebouwd. Dus over 2 à 3 jaar. Wordt verwacht dat die effecten weer zichtbaar gaan worden. En dat Mid-America dan zijn huren weer sterker kan verhogen. Dat kun je ook al een beetje zien aan de voorspellingen. Over tijd gaat het in golfjes op en neer, maar het dividend is stabiel en groeit over tijd en ik verwacht dat ze daar gewoon mee doorgaan. Payout ratio onder de 75% meestal. En als we gaan kijken naar de normale waardering, normaal betaal je bijna 20 keer de EFFO voor een aandeel van Mid-America. Dat is best wel stevig en best wel prijzig. Nu is dat een stukje minder, nu is dat 17 keer de EFFO. Ik denk nog steeds niet dat het per se heel goedkoop is. Door het mindere jaar wat Mid-America heeft en ook omdat de interest rates nu hoger zijn dan in de... de historie die hier wordt meegenomen. Toch denk ik dat het goed komt, ondanks hogere interest rates die al een tijdje higher for longer zijn. Ik ben benieuwd of die interest rates nog een keer naar beneden gaan. Dat gaan we zien. Maar ook als de interest rates nog een tijdje hoog blijven, verwacht ik geen problemen met de dividendgroei van Mid-America. Dus dat is dat. Verder financiële vrijheid, daar doe ik het uiteindelijk voor. En ik heb mijn doel gehaald. $100 aan dividend per jaar mag ik verwachten van Mid-America. Dat zie ik als 1 vrije dag per jaar. Zoals ik al zei, als het goed is, gaat Mid-America elk jaar mij hetzelfde geven en elk jaar dat dividend een beetje verhogen. Dus krijg ik elk jaar weer 1 vrije dag per jaar. 1 vrije dag. Ik moet in totaal 365 dagen opsparen. Dus Mid-America geeft mij nu, naar mijn einddoel toe, 0,27% financiële vrijheid. Dat is nog steeds niet heel veel. Het gaat nog steeds niet heel snel, maar toch gaat het stapje voor stapje. Gaat het wel die kant op en gaat het ook steeds iets sneller? Dat kan ik altijd ook laten zien met dit plaatje. Die vind ik altijd wel leuk. Dividendgroei investeren is deze. Slow and steady. Ja, zo gaat het echt. Het gaat niet heel snel. Heel veel mensen willen get rich quick doen. Maar meestal als je get rich quick doet, dan neem je te veel risico en ga je uiteindelijk je billetjes branden. Daar heb ik de overtuiging in. Dus doe mij maar slow and steady. Slow and steady wins the race. Je hebt er heel veel uitspraken over. Het gaat dus nogmaals niet heel snel. Ik kan nu 2 aandelen kopen op een DCA dinsdag met ongeveer €250, wat ik elke week doe. Ik heb 18 aandelen gekocht van Mid-America, dus dan kan je zeggen dat ik 9 DCA dinsdagen heb moeten besteden om mijn doel te halen. 9 weken €250 investeren om 1 vrije dag per jaar voor de rest van mijn leven te hebben geïnvesteerd, te hebben gecreëerd, hoe je dat maar wil noemen. Dus het is get rich slow, maar uiteindelijk gaat het ook allemaal optellen natuurlijk. Hoe meer doelen ik haal, hoe grotere doelen ik haal, hoe meer vinkjes ik kan zetten, hoe meer dividend uit mijn portfolio komt vallen, hoe meer van dat dividend ik ook kan herinvesteren in nog meer aandelen, zodat ik mijn volgende doelen sneller kan halen. Het is ook een soort vliegwiel, een soort sneeuwbal, dat wordt vaak gezegd en jullie begrijpen ongetwijfeld waarom. Dan krijg je ook weer dit plaatje. Dividend, als je net begint, het gaat helemaal niet snel, maar als je 10 jaar lang volhoudt, blijft investeren, dividend herinvesteert en jouw bedrijven groeien elk jaar hun dividend. Ja, over tijd. Dat kan nog niet anders binnen 1 jaar of 10 dat ik een hele mooie geldboom heb gecreëerd. En eigenlijk is 10 jaar natuurlijk niet heel erg lang op een mensenleven als het goed is. Zeker niet als ik daarna, na die 10 jaar, heerlijke vruchten kan plukken en een stukje meer financieel vrij ben geworden. Dus dat is eigenlijk mijn DCA dinsdag. Ik kan nog heel veel langer praten, maar ik heb Mid-America al vaak besproken. Jullie weten mijn strategie. Ik heb het weer uitgevoerd. Daar gaat het nu eigenlijk om. Twee keer DCA dinsdag gedaan, 2 keer Mid-America gekocht. Volgende week weer een DCA dinsdag. Voor de rest van de week wil ik geldboomshows gaan doen. Sowieso 2 keer een geldboomshow. Waarschijnlijk op donderdag en in het weekend. Dus dat mogen jullie voor de komende week verwachten. Voor nu ga ik het daarbij laten. Ik ben er hartstikke blij mee. Mid-America Apartment Communities. Weer iets meer financiële vrijheid behaald. Ik ben altijd benieuwd wat jullie hebben gekocht, wat jullie hebben gedaan. Deel het vooral en dan hoop ik jullie in de volgende video weer te zien. Doeg!